goedemorgen. Als ontbijtje, kwark met crunch. Dat is goed. Is die zwaar? Hey Bob. Goedemorgen Mila. Blij om jou te zien. Nee? Blij om jou te zien? Nee. En wie zit er naast jou? Nee. Weet jij dat misschien? Nee. Ik moet dit echt... Ophangen, aan de deur, hier zo. Hier zo. Goedemorgen Mila, nee. Blij om jou te zien. Nee. En wie zit er naast jou? Nee, je moet het zingen. Oké. Wil je hem zelf zingen? Nee. Oh. Hey, Moppie. Pink on pink. Check deze. Roze op roze op roze. Roze op roze op roze. Woe! Roze op roze op roze. Blauw. Pingu. Wat? Pingu. Pink. Nee, Pingu. Oh, die Pingu trui. Hoe geweldig die ook is die gloednieuw en ben ik bang. Ik heb hem weg kunnen gooien na vandaag. Vind je het leuk? Jongens, kijk. Begin is iets te groot. Hij is denk ik iets te groot ook. Je hebt gelijk. Maar hij is echt geweldig, hè? Papa heeft echt leuke trui voor je gekocht. Ja. Even kijken. Zullen we een t-shirtje onderaan doen? Pink on pink on pink. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Oké, guys. Vandaag is deadline dag voor teksten van het boek. Eigenlijk hebben we alles al af. Ons kookboek, onze recepten, die hebben we natuurlijk al. Hebben we ook gaandeweg uitgeschreven als in... Nog even mijn tekst erbij, maar nu gaan we het helemaal afronden allemaal. En ja, nog wat tekst erbij. Ik heb om 11:30 nagelafspraken en wenkbrauwen. En ik moet de beautyless video opnemen ook. En dan komt om 5:00 Marietje hier. Dus dat wordt heel gezellig. Ik heb mijn voorbeeldontsteking, maar... Relax... Neem wat in. Ik heb nog niks ingenomen nu trouwens. Dus dat is op zich voor mij ook wel. En doe gewoon rustig aan. Ik ben niet glamour, want ik ga toch mijn nagels en mijn wenkbrauwen doen. Zonder make-up. Dus yes. Tijd om te werken. Ik heb het even fris. Ik heb het even schoongemaakt. Gestofzogen. Het ruikt gewoon lekker naar schoonmaakmiddel hier. Ik vind het gewoon zo fijn. Oké, jongens. Ik ga beelden deleten. Iedereen die video's edit, die iets doet met videoformats of video, in ieder geval Final Cut Pro, die weet vast wat ik bedoel als je zegt dat je op een gegeven moment zoveel beelden op je computer hebt. Maar hij is op een gegeven moment vol. Het is echt een soort risicootje. Hoe lang laat je het doorgaan? Het is dus wel eens gebeurd dat ik iets gedelete had. En ook al dacht ik, nee, ik heb het echt niet meer nodig. Dit dat ik later dacht, nee, ik had die beelden nog nodig. Maar... De eerste vlog die hierin staat is 19 juni. We zitten nu in oktober. En dat zijn dus ruwe beelden, geëdite video's. Alles bij elkaar, de hele reutemeteut. Een paar beautygloss video's. Ik zie hier bijvoorbeeld die met Joshie, 52 minuten is. Staat er ook allemaal in. Kijk. Dit is allemaal... Even kijken hoor, zie je hem? Nee. Tot aan hier. Het is echt heel fijn. Ik ga nu alles deleten. Het enige wat ik dan niet delete is... ik heb beelden van Mila die wij zelf voor onszelf maken. Die bewaren we altijd natuurlijk. Maar ruwe beelden. Ik krijg die vraag trouwens best wel vaak. Dat mensen zeggen, bewaar je die allemaal? Nee. Want anders zit je computer met een nota en helemaal propvol. Dus ik ga het nu allemaal deleten. Dat is echt pijn. Omdat je denkt, oh, ik hoop dat het allemaal goed gaat. Maar het is allemaal goed geëdit ook naar voren. En nou ja, goed, weet je... There we go. Okay, there we go. Alle recepten bij elkaar gooien. You ready? Woohoo, woohoo. Ready. Okay, Gregor is nou zo'n psycholoog. Ik ga nagels en brows doen. Ik ga ze weer liften en zo. Want het is gewoon, het is geen porum. Ik wil het gewoon even netjes maken. En... degene die ik altijd heen ga, Nina, die is met zwangerschapsverlof. En ik heb nu zo lang gewacht dat ik dacht, ik wil het echt even doen. Ik zit te denken om misschien voor valnails te gaan. Misschien toch een beetje bruinig, donker Bordeaux-ish. Are we ready? Is het tijd voor Bordeaux-nagels? Ik zag zo'n TikTok. Dat zou een meid zijn. Het klopt echt. Die zei, jongens, men could never.
I was sitting at the nail salon. En toen zei ze ook van, zit je met allemaal meiden? En ze zei, oh my god, welke kleur heb jij? Oh, mag ik dezelfde kleur als haar? En allemaal met haar fall nail girlies, having a girly time. Men could never. Gewoon, wij zijn gewoon zo, allemaal met onze female nail. Ik vind het ook serieus, als ik bij nagelsalon zit en ik zie al die dames en voeken. Ik vind het bijna een beetje een soort van empowering. Ik denk, you go girls, allemaal tijd voor jezelf. Nou, maar even mooie nagels te hebben. Like, Ik zal je eens laten zien wat ik aantrek. Dit is ook echt zo'n, de outfit naar een beauty afspraak. Wat trek je aan? Gotta be comf. Maar moet ook wel. Ja, ik heb wel eens echt mijn meest uber comf pak aangetrokken ook. Ik heb nu dit aan. Want whatever. Daar gaan bij sneakers denk ik. Of ga ik voor laarzen? Nee, ik denk sneakers. Witte sneakers. Zo. Dan vest denk ik. Doen. Vest, trui, zoiets eroverheen even. Of is het te warm? Gaan we eerst nog voor een iets andere vibe. Ik moet eigenlijk mijn winterspullen wel uit de kast halen. Misschien deze weer. Oh ja, dit wordt hem denk ik. Maar kijk, dan denk ik, hier zou bijvoorbeeld bordeaux rood niet per se heel mooi bij staan of zo. Ja. Dit wordt hem. Oké, parfum. De laatste dagen, ik heb niet gefilmd, maar ik heb elke dag deze op gehad. Vandaag weer, ik heb ook een fresh. We doen niet te ingewikkeld. Een start. Oeh, ik zit te twijfelen of ik wel een sok over had geboekt ook. Of had ik alleen nagels geboekt? Uh-oh. Daar gaat mijn brow tijd waarschijnlijk. Deze tas. Moet ik een jas hebben of niet? Mijn Lululemon. Zo. Waarom gaat die nou niet? Zo. En wat gaat mee? Mijn telefoon. Sleutels, AirPods. Ik doe altijd AirPods in. Ik moest er ineens aan denken. Net. Dan zit ik thuis met soak af. Namelijk dingen te kijken met mijn AirPods in. Ik zit nu te denken. Soak af? Soak af. En dit is de look. Ik neem deze mee met Stanley. Want water. Hydration. Yes. Ja. Yeah. Let's go. Ik ben weer thuis. De brows. Ze zijn vrij heftig. Maar dat is natuurlijk altijd. Nou, als je het net hebt gedaan. En ik ben uiteindelijk voor dit gegaan, een beetje fall-y, nude-ish, zeg maar, oké, niet echt bruin of zo. Ik dacht, ik doe fall nails, brown, maar toch, het is toch dit geworden. Ja, en ik heb hibiscus, vegan hibiscus croissants mee van La Pain Quotidien. Lekker. Tip. Njam, njam. Hoor dit. Proef eens naar zijn therapie-sessie. Iets voor zichzelf gaan doen, namelijk naar een platenwinkel. Ja. Zeg even, wacht, geen spoilers, dus ik film hem nog even niet. Nou. Ik ging naar de platenwinkel en ik ging bij Original Soundtracks ging kijken. En ik dacht, ik heb eigenlijk alles al van daar wat ik wil, behalve eentje. Die kan ik toch nooit vinden, bla bla bla. En dan kijk ik en hij ligt er gewoon. Oh my god. Zo goed als de beste OST ever. Welke platenwinkel is het? Voor degene die ook. Dit is die met Andy Warhol logo. Ik ging vroeger altijd heen. Ik wou zeggen, vroeger ging die altijd met Rowan Gear speciaal naar Amsterdam. Ging naar deze. Terwijl er nu veel meer zijn natuurlijk. Oh ja, yeah, Record Friend. Is dat die ene met meerdere verdiepingen? Record Friend. Nee. Deze is niet zo groot. Je loopt gewoon naar min 1 en daar is het. Er was er een bij de Koperstraat vroeger. Ja, dat is een hele grote. Nee, toch? Er is er nog één, een hele grote. Maar daar ben ik nog nooit binnen geweest omdat die zoveel heeft. Ik heb die er bij er wel zijn geweest, maar dat het heel overweldigend was of zo. Ja, dat. Daar ben ik en dat die weg is, dacht ik. Nee, die is, moet er nog wel zijn. Ja? En heb je er eentje bij Patten daarnaast? Die is ook leuk. Daar heb ik toen Gangster Boo en zo gehaald ook. Die is ook, ook niet zo groot. Weet iemand trouwens wanneer DJ Paul in Amsterdam komt? Ja, 18 oktober. Maar of waar? Of hoe? Wie? Waar tickets? I waar? Niet DJ Paul Elstad. Nee, niet DJ, nee, DJ Paul. Ja. Oké, ik denk dat ik morgen een beauty video ga nemen. Ik vind mijn brows namelijk ook vrij heftig om te filmen nu. En morgen hebben we een facial range gaan. Dus een soort borrelding. Dus ik ga daar denk ik voor glammen. En mijn haar is morgen door Mariette gedaan. Ah, morgen Jet. Yes, can't wait. Die uitgroeit. Dus ik heb hele donkere brows. En ik heb uitgroeien denk ik, qua look, misschien morgen. Maar dan ga ik nu verder met de teksten voor het boek. We zijn er echt bijna. So exciting. Iedereen vraagt wanneer het kookboek komt voor de feestdagen. Is ons doel om het voor de feestdagen af te hebben.
We zeggen, als tante Marije er is, wordt mama genegeerd. Dat is echt haar fave. Kijk, we hebben Mina net samen van de opvang gehaald. Anders vond ik het wel een beetje eng hoor. En we hebben lekker burgertjes en friet. Oeh, spooky spooky. Oké, vandaag was een goede dag. Hoe bizar ik me gisteren voelde, hoe vandaag weer een stukje beter ging. Ik wil nog niks doen, maar ja, paniek van gisteren en zo. Oeh. Het was heel gezellig net met Marije, die is lekker naar huis alweer. En wij gaan lekker op tijd slapen, vielen op de bank in slaap. Terwijl het 10:30 is, dat is echt nog wel vroeg voor ons. Dus ik ga me afsluiten, wel trusten, bedankt voor het kijken tot morgen. Bye!